De jongerenorganisatie, de RAAF, heeft in de vakantie 750 schoolpakketten geschonken aan kinderen uit minder draagkrachtige gezinnen. De laatste tranche van 150 pakketten is zaterdag overhandigd in het BEP-centrum aan de Nieuwergevondenweg. Daarbij hebben BEP-voorzitter Celsius Waterberg en minister Edgar Diekan van regionale ontwikkeling het woord gevoerd. Ze hebben de nadruk gelegd op het belang van studeren en het weerbaar maken van de jeugdigen tegen alle mogelijke tegenslagen. Verder hebben twee jongeren, met name Jimmy Joventini en Adoyme Sedo, hun succesverhalen verteld. Ze hebben de scholieren geïnspireerd om het nieuwe schooljaar vol goede moed te beginnen en succesvol af te ronden. De 750 schoolpakketten zijn deel van het programma van de Sustainable Development Goals, welke georganiseerd wordt door de UNSDG Jeugdambassadeurs. De pakketten werden overhandigd bij de afsluiting van een sportweekend, waaraan jongeren van Latour, Efraim Zegen, Wintiwaai, Pontbuiten en Sunny Point hebben deelgenomen.